Jongens, het is weer woensdag en we zijn op weg naar het pleintje van een jeugdspeler van AZ. Welkom bij een nieuwe aflevering van The Playground. Vandaag ben ik hier in Zaandam samen met Errai Akaya. Hey, en sinds je hoeveelste zit je bij AZ? Ik ben sinds mijn tiende. En hoe was dat? Kreeg je een brief? Of, Nee, ik mocht stage lopen. Ja? En toen hoorde ik, ik werd naar boven geroepen. Dus toen hoorde ik, wil je bij AZ spelen? En toen gingen we erover aan nadenken en toen zeiden we ja. En je vrienden, hoe vonden zij het? Ze gingen naar mij toe komen. Ik kwam naar deze pleintje en ik zei het. En toen gingen ze gewoon lekker en zo zeggen. Nice, nice. Wat is je, welke truc lukt altijd, bijna altijd? Rabona. Rabona, laat maar zien. Oh. En hoe vaak was je hier dan in de week? Buiten AZ elke dag. Elke dag? Maar soms kan ik niet, omdat ik naar ergens toe moet. Maar dan train ik train ook thuis bij mijn kamer of in de tent. Kijk, heel goed. En was je dan met vriendjes of met spelers uit je team? Veel met vriendjes. Nice. En hoeveel uur dan? Anderhalf uur, twee uurtjes. Elke dag? Ja. En wat is nou je doel voor later? Voor je Nederlands elftal? AZ1 speelt worden. AZ1? Ja. Goed zo. En op het middenveld? Ja. Nice. Heb je ook een bepaalde celebration als je scoort? Dat je gaat juichen? Nee, ik kus dan mijn AZ-ding. Ja? Oké, doe maar naar de camera. Ah. En juichen, en juichen. Goed zo, goed zo. Hey. Oké, dit was het pleintje van Errai. Errai, bedankt dat je was vandaag. Volgende week woensdag zijn we terug om 5 uur met een nieuwe video bij het pleintje van een speler van AZ onder 12.